Dan uh, Oekraïne uh, mag gaan onderhandelen om toe te treden tot de Europese Unie. Ja, sinds het uitbreken van de oorlog weten we dat Zelensky al bezig is met die lobby. Hè. Het is bijna een smeekbede. Laat ons alsjeblieft toe tot die Europese Unie. Hè. Wij vechten iedere dag tegen de Russische agressor. De NOS die, uh, komt met het nieuws dat Brussel er klaar voor is. De Europese Commissie die gaat adviseren om volgend jaar met de gesprekken te beginnen. Wel onder de voorwaarden dat Oekraïne de komende weken nog een paar laatste Aanpassingen doorvoert om corruptie, uh, corruptie te bestrijden, bijvoorbeeld. Maar goed, de Europese Commissie die beslist niet zelf over wie er lid mag worden. Het, dat doen de lidstaten. Een groot deel daarvan is voor toetreding van Oekraïne. Maar er liggen ook nog lidstaten dwars, zoals Hongarije. En zij hebben uh, betere banden met Rusland. Zelensky is er dus nog lang niet. Een aantal obstakels zijn nog te nemen. Het hele proces zal waarschijnlijk ook jaren gaan duren. Maar de deur staat nu echt op een keer. Ja, dan hadden we het net. Even over de Verenigde Staten van Europa, zoals u dat uh, graag zou zien. Zou uh, Oekraïne daar, wat u betreft, dan bij horen? Zeker, de toekomst van Oekraïne ligt uh, in de Europese Unie. Uh, zij vechten op dit moment een verschrikkelijke oorlog, maar wel dezelfde waarden waar wij voor staan: democratie, vrijheid. We moeten ze daar ook in ondersteunen, ook in de onderhandelingen die aankomen. Juist om ook te zorgen dat het land de nodige hervormingen gaat doorvoeren. Om te zorgen dat corruptie wordt tegengegaan. Om te zorgen dat de overheid op orde komt. Maar uiteindelijk ligt de toekomst, wat mij betreft, voor Oekraïne zeker in de Europese Unie. Keertman? Nee, wij zijn niet voor uitbreiding van de Europese Unie. Ik denk dat dit een beetje de tegenstelling creëert van dan ben je dus niet voor Oekraïne in deze verschrikkelijke oorlog. Daar staat ja, 21 pal achter Zelensky. Alleen er is echt wel een serieus probleem. Met die is een maatstaf rond corruptie in het land. En dat, dat los je nou niet op in een paar weken. Nee, maar dus, daar zijn. Nee, maar ze zijn natuurlijk ook niet ze in een paar nee, weken. Nee, maar dat, dat ga je ook niet dan. Dan kom je in een sneltrein terecht. Waarvan wij zeggen. Nee, dan moet je pas op de plaats zetten. Je moet Oekraïne steunen in de oorlog tegen, tegen Rusland. Maar niet bij de Unie halen. Dat zou dan, denk ik, veel te, veel te vlug zijn. En bovendien niet gewenst. Want wij vinden de Europese Unie nu al een systeem Anders dan volt denken wij, dat het een, een heel moeizaam, breekbaar systeem is. Ook met de euro Binnen veel aan veel kanten schuurt, schuurt dat eh, binnen de Unie tussen noord en zuid. Dus dat vinden wij al een probleem op zich. Dat moet je niet groter maken. Overigens één aanvulling erop, want daar ben ik het wel mee eens. Kijk, de Europese Unie functioneert op dit moment niet goed genoeg. Daar moeten we ook zorgen dat we daar hervormingen doorvoeren, verdiepen, bevorderen. Ja, 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 dat we ja, ja het jullie veto zijn allebei wel kritisch, maar de oplossing daar die zien jullie heel Precies. anders. Uh, maar het weer. Hoe denken we daar <laughs> vandaag over? Hoe en we daar vinden we elkaar over? daar dan in? Ja,